De bioloog Freek Vonk, bekend van het Nederlandse televisieprogramma De Freek Show, is helemaal weg van Suriname. Hij kwam in 2010 voor het eerst naar ons land en ging naar het Cabalebo Nature Resort om de wurgslangen, oftewel anacondas, te filmen voor zijn televisieprogramma. Toen 6 jaar geleden hebben we er 3 of 4 hebben we toen gezien, hele dikke grote jongens, langs de oever van de rivier, want dat is de tijd dat ze allemaal uit de jungle komen om zich op te warmen op die stenen ook, die je daar veel ziet liggen. Die stenen worden heel warm natuurlijk in de loop van de dag. En die gebruiken ze eigenlijk als een soort warmtebron. Want veel van die anacondas, dat zijn vrouwtjes en die zijn zwanger. Dus die moeten zich echt opwarmen op die stenen. 4 hebben we er gevonden. Zo dik. 2 keer zo dik als mijn bovenarm. 4,5 meter lang. Dat is heel gaaf. Ja, dat is gaaf. Maar wat doe je dan? Dus je ziet zo'n slang, nou, wat doe je verder? Nou, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, wat ik heel vaak doe, is zo'n slang dan vangen en gif afnemen. Dat kan natuurlijk niet bij een anaconda, want die is niet giftig. Maar die kan je dan vangen en bloed afnemen, want in dat bloed zitten natuurlijk ook cellen. En daarin kan je ook weer DNA uithalen en onderzoek doen naar het DNA van de anaconda. Wij wilden toen kijken of de anaconda die langs de Cabalebo rivier leeft, misschien een net iets andere ondersoort is dan de andere anacondas in Suriname. Maar het bloed afnemen is toen helaas niet gelukt. Vonk is zeer te spreken over het Cabalebo Nature Resort. Hij typeert het gebied als ruig, ongerept en puur natuur. De bioloog en televisiemaker noemt Suriname de beste vakantiebestemming. Puur natuur, onaangetast door de mens. Er is no footprint, no human footprint. Dus we hebben de tapirs gezien, capybara's. Als je lekker met je kano door de rivier gaat, dan hoor je papa, papa. Dan vliegen de ara's over je heen. Die piranha's zwemmen onder je kano door. I know, maar ik meen het ook. Het is mijn meest favoriete plek op aarde. Het is een belevenis en een ervaring natuurlijk. Hè. En de potentie die Suriname als natuur product te bieden heeft. Hè. Van onze ongerepte natuur, 80% plus minus. Is niet dat een enorme potentie, hè, voor toerisme. En daarom heb ik Freek ook gevraagd, als we vandaag even met jou weer zitten en dat we toelichten en zijn belevenis weer leren. Carol Dawson, directeur-eigenaar van het Cabalebo Nature Resort, en daarvoor Freek Vonk, bioloog, natuurliefhebber en programmamaker.